Wat was voor jou het hoogtepunt dit weekend? Het hoogtepunt dit weekend, dat was het tennissen. Dat vond ik wel heel leuk om te zien. Ja, ik vond dat ik mezelf aardig overtroffen heb. Nou ja, ik heb niet veel gewonnen, maar ik heb een hele leuke wedstrijd. Gezelligheid. Allerbelangrijkste. Maar moeten we nog blijven dit jaar? Of niet? Wat is uw keuze? Moet morgen weer gewerkt worden. De kinderen moeten weer naar school. Ja, maar dat vraag ik niet. Oh. Wat vindt u ervan? Moeten we volgend jaar weer terugkomen of niet? Of naar een ander park? Ja, maar dit is een hele andere vraag die u nu stelt. Ja? Ja. Oh. Wat was voor jou het hoogtepunt dit weekend? Een echt van hek antwoord moet ik jullie geven. Weten jullie het al dan? Het eten aan de tafels. Als je dan die hele lange tafel ziet met al die familieleden, dan vind ik dat toch altijd weer het hoogtepunt. En dit jaar hebben we natuurlijk ook super mooi weer gehad, hè? Alan, wat vind jij ervan? Moeten we terugkomen of niet? Ik geloof dat het niet eens meer een kwestie is van een keuze. Want op dit moment is jouw tante, of jullie tantes, het dan aan het vastleggen voor volgend jaar. Oké, dus we blijven misschien. Ik moet me toch aansluiten bij mijn lieve tante. Dat ik het eten aan tafel met het lekkere weer wel echt als een hoogtepunt had gezien. Okay. Gewoon echt ook gezellig. Als je gaat praten, moet je wel je microfoon bij. En het tennistoernooi? Wat is er met het tennistoernooi? Was dat geen hoogtepunt voor je? Vond ik ook heel leuk. Vond ik ook heel leuk. Maar als ik iets zou zeggen, dan zou ik wel het eten zeggen, denk ik. En de gezelligheid aan hier lekker hangen in het zonnetje. Maar tennistoernooi vond ik ook hartstikke leuk. Ook echt heel leuk. Ja, en voetbal. Maar ik vond voetbal ook leuk. Jammer, behalve dat ik verloren heb. Wat vind jij ervan? Moeten we terugkomen of niet? Nou, buiten het feit dat de huisjes al gereserveerd worden, vind ik toch wel dat we terug moeten komen. Want ik vind het hier heerlijk. Je denkt in een file, gaf het dan maar weer naar Vaals. Ja. Maar als je hier bent, ja. Nou, ik vind in de file, want toevallig had ik jouw plek ingenomen. Ja. En ik vond het hartstikke gezellig. Okay. Ik stel voor dat we volgend jaar weer ruilen. Ja. Wat vind je daarvan? Nee. Nou, dan mag je op het dak mee rijden, kan ook. Dan hebben we lekker een gezellige rit. Ja. Of wil je in de auto? Dat mag ook wel. Ja, in de auto dan jij op de dak. Nee, dat kan ik ook helemaal niet met je kletsen. Dat is helemaal niet gezellig. Ja, ja, inderdaad. Moet je tegen de vogels maar kletsen. Ja, maar ja, die vogels die zeggen nooit zoveel terug. Dat doe ik wel vaker. Maar die zeggen nooit wat terug. Nee. Maar goed, ik vind dat we terug moeten komen. Okay. Het hoogtepunt dit weekend. Alle dagen. Alle leuke dagen. Maar het hoogtepunt. Wat vond jij nou het allerleukst? Voetballen. Voetbal. Moeten we terugkomen dit jaar of niet? Volgend jaar pakken we een ander park. Waarom? In Zeeland. Zeeland, gaf de tammen. Maar waarom? Heb je daar ruiten voor? Heb je een strand erbij? Ja. En wat anders? En waar gaan we dan winkelen? Ja, waar gaan we dan in winkelen? In Vlissingen zeker. Ja. Vlissingen zeker. Zullen we maar snel verder gaan? Dat is maar een flut. In Maastricht is veel beter. Wat was voor jou het hoogtepunt dit weekend? Dat ik samen met Ans mocht samen. Bart. Ja. Wat vind jij ervan? Moeten we volgend jaar weer terugkomen of niet? Wat mij betreft kunnen we hier blijven, want volgens mij schillen we elk jaar dat we iets anders gaan doen. Maar dat moeten we ook denk ik gewoon traditie houden. Maar dat we hier elke keer terugkomen, want ik heb gehoord, volgend jaar komt er ook een subtropisch zwembad. Ja. Ik verheug me daar heel erg op.